Gaat Groot-Brittannië de EU verlaten met of zonder Brexit-deal? Dit is uitgelicht. Goedenavond. Met nog 17 dagen te gaan probeert premier May opnieuw haar Brexit-deal door het Britse parlement te krijgen. Afgelopen nacht bereikten de EU en de Britse regering een akkoord over de grens tussen Noord- en gewoon Ierland. May hoopt dat dit genoeg is om de EU alsnog met een deal te kunnen verlaten. En in de studio heb ik politiek commentator Lucas Hartong. Ja, goedenavond. Goedenavond. Een deal vorige week of afgelopen nacht gesloten. Waarin verschilt deze deal nou? Want voor mij is het maar een hele kleine wijziging. Ja, dat klopt. Daar heb je dus helemaal gelijk in. Het is zo dat het Engelse kabinet een adviseur heeft. Dat is Geoffrey Cox. Het is zoals ze het officieel noemen, de Attorney General, die dus juridisch advies geeft aan de kroon en aan het kabinet. En die heeft gezegd, ik heb het stuk eens bestudeerd van gisteravond. Er is nauwelijks iets veranderd inderdaad. En dat betekent dus dat May eigenlijk nog verder in de penarie zit. Ja. Ze is gisteren dus juichend teruggekomen. Maar is dit dan iemand die zeg maar voor een Brexit is, gewoon een harde Brexiteer is? Of nee, dat is een neutrale persoon officieel die dus... Ja. Puur en alleen kijkt naar de juridische kant van zaken. Maar die haalt dan wel de mogelijkheid van zo'n deal onderuit. Ja, dat is correct. En dat is hem ook vandaag wel kwalijk genomen door diverse mensen. Maar hij zegt, luister eens, ik ben benoemd op voordracht van de premier door de kroon. En het is een soort raad van state, als ik me dat toch... Ja, daar kan je het enigszins mee vergelijken in ons land. En hij moet gewoon adviseren of iets haalbaar is of niet. En of dat goed is voor het land Engeland. En hij heeft gezegd, eigenlijk is er niks veranderd ten opzichte van de eerdere deal. Dus is het na die uitspraak van die man... Dan liggen de kaarten weer compleet anders. Want vanochtend leek het erop, jongens, May heeft een deal binnengesleept. En nu heeft deze beste man wat anders gezegd. Dat dachten velen gisteren. En er was bijna een soort juichstemming van... nou, dit gaat het echt worden. Hè. Dit is de doorbraak in de onderhandelingen geweest. De EU die dacht dus ook van dit gaat de goede kant op. Maar vanavond staan de kaarten er zo voor... dat er eigenlijk nog helemaal niks veranderd is. Ja, deze uitzending hebben we al eerder opgenomen... nog voordat er misschien een stemming is geweest. Dat weten we niet zeker. Dus we zijn een beetje koffiedik aan het kijken... Mm-hmm. Maar het is dus nog heel onduidelijk of die deal er doorheen gaat komen. Wat nou als die deal er uiteindelijk inderdaad niet doorheen gaat komen? Dat is ook al vandaag door diverse, met name conservatieve parlementsleden gezegd. Als May het deze avond niet redt en haar deal niet wordt aangenomen door het parlement, dan is die dood. Maar dan is eigenlijk ook de regering May dood en dan zal ze moeten aftreden en een nieuwe verkiezing uitschrijven. Maar u hebt hier al vaak gezeten aan tafel om over de Brexit te praten. Ja. En ik heb u al vaak aan tafel ook horen zeggen, een aantal data van ze zal december niet halen, ze zal kerst niet halen. En toch overleeft ze elke keer weer. Zij is, dus zal het niet dit keer ook gebeuren? Taaier gebleken dan ik had ingeschat, inderdaad. Dat is ook het koffiedik kijken van commentatoren en van columnisten. Het blijft afwachten wat er deze avond uit de hoge hoed komt. Maar ik verwacht, gezien de statements gedurende de gehele dag van alle politici, dat ze het niet gaat halen. Ja, stel dat ze het niet gaat halen, hoe gaat het dan lopen? Gaan we dan sowieso een harde Brexit tegemoet, zoals we dat dan noemen? Ja, absoluut. Er kan dan niet meer gestemd worden nog om een uitstel, want dat is ook nog al lang gehouden. Ja, er is ook nog wel over gesproken. Maar kijk, het is nu al zo lang gerekt dat geheel ongeloofwaardig zou zijn. Ook voor het Britse parlement zelf. Dat zeggen de politici. Maar ze zouden dat nog een dag voordat ze er echt uit moeten, zouden ze dat in principe nog aan kunnen vragen? Dat kan, maar ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat het gewoon een harde Brexit gaat worden. Ik heb het ook eerder betoogd en daar wijzen ook alle politici op die vandaag hun zegje gedaan hebben. Maar kunnen ze zich echt veroorloven? Want ze weten ook dat het enorme gevolgen gaat hebben als ze daar die 29e gewoon zomaar uitstappen. Even terugschakelen, daar hebben uiteindelijk de kiezers ook voor gestemd destijds in het referendum. Die hebben gezegd, luister eens, wij willen dat Engeland uit de EU gaat. En daar is een heel eenvoudige procedure voor, die artikel 50 procedure. Ja. Die is in werking gezet. Dan duurt het maximaal 2 jaar. Dus ook juridisch gezien kun je zeggen, dit is het einde verhaal. Ja. Er moet een besluit genomen worden. Ja. Nou was gisteren premier May op een andere bijeenkomst, de 70e verjaardag van de organisatie van de gemene Westeilanden. Ja. En in haar speech refereerde ze aan 1 Korinthe 12. Ze haalde de Bijbel aan. Wanneer één lichaam in pijn leidt, leiden de andere lichaamsdelen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen de anderen in vreugde. Ja. Is dit de manier misschien wel hoe het Britse parlement zich op dit moment voelt? Zeg maar, we zijn wel één lichaam, maar
Compleet. Ja, er zijn diverse soorten uitleg mogelijk. Ik denk wel dat May zeer alleen staat. Het is een, als je haar ook ziet opereren, ik wonder haar voor haar taaiheid. Hè, wat ik ze net ook zei. Ja. Dat ze maar doorgaat, dat ze blijft proberen. Maar ze staat wel heel erg alleen. En het zou wel eens kunnen zijn dat deze week toch voor haar een soort Waterloo gaat worden. Ik wens daar niet toe, hoor. Dat is een ander verhaal. Ja. Maar er zijn niet veel opties meer mogelijk. Ja. Nou, we gaan het zien. We weten het niet. De komende week gaan we het ontdekken. Dan een heel ander onderwerp. De omstreden islamitische school het Haga Lyceum in Amsterdam wil uitbreiden naar Den Haag en Utrecht. En nog zelfs nog wat meer steden is bekendgemaakt door minister Slob. De school ligt onder vuur omdat de leraren volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding contact onderhouden met terroristen. Nou, dat willen natuurlijk de grote steden waar zij naartoe uit willen breiden, willen dat niet en willen dat er actie komt. Ja. Wat kan de Tweede Kamer doen? Ik denk dat de Tweede Kamer een aanvulling op de wet voor het speciaal onderwijs moet gaan maken. Je kunt op dit moment het onderwijs alleen sluiten als er sprake is van fraude, misbruik van gelden, als er te weinig leerlingen zijn of als er heel duidelijk wanbeleid plaatsvindt. Nou, dat is in deze specifieke situatie nog steeds niet het geval, hoewel een aantal inspecteurs zijn. De toegang dat is gaat om de school inderdaad, goed, waar die er nu nog is. Dat is een beetje een dubieus geval. De gemeente wel kan doen, is dat ze de subsidie aan de school stopzet. Dat heeft Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam dus ook verordeneerd. Ze zegt, zolang het onderzoek gaande is en het bestuur van de school niet is afgetreden, wil ik dat er geen cent meer naar deze school gaat qua subsidie. Ja, maar is dat juridisch houdbaar voor Dat is houdbaar, maar er moet in de nationale wetgeving heel duidelijk een aanvulling komen, zoals het voor elke burger in Nederland geldt. Iedereen behoort zich aan de gewone wet te houden. Dat wil zeggen dat je dus niet op mag roepen tot haat, tot vijandigheid regens de rechtsstaat van Nederland. Nou, dat moet gewoon ook in de onderwijswet worden opgenomen. Nou, zijn die aanvraag voor meerdere scholen, die zijn nog tegen te houden, heeft minister Slob al aangegeven. Omdat er te weinig leerlingen zijn waarschijnlijk, die uitbreiding. Maar als zo'n aanpassing van de wet, zoals u die voorstelt, erdoor komt, en zoals minister Slob dat ook zou willen, dan zou dat ook een beperking zijn voor christelijke scholen. Want die vallen onder diezelfde bijzondere scholen. Een school met een identiteit. Dat gaat ook voor die christelijke scholen dan op. Dat geluid hoor je natuurlijk met name vanuit christelijke onderwijshoek wel eens naar boven komen. Ik denk dat dat gevaar niet speelt. Waarom niet? Omdat blijkt dat het christelijk onderwijs hele goede leerlingen aflevert. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoeken van Trouw, van Elsevier, die allerlei cijfers ook publiceren over waar de leerlingen terechtkomen, hoe die scholen, de christelijke scholen en de bijzondere scholen functioneren. Dat gaat goed in Nederland. Ja, maar hoe makkelijk is het dan als er één leraar de fout ingaat dat zo'n christelijke school aan de schandpaal genageld wordt en dan onderuit gehaald wordt en gesloten maar moet worden omdat er een leraar misschien een verkeerd contact heeft? Nou, dan zou je dus moeten gaan spreken over een leraar op een specifieke christelijke school die opeens ook contacten met terroristen zou gaan hebben. Ik zie dat niet gebeuren. Ik heb dat nog niet zien gebeuren en dat zal ook in de toekomst niet gaan gebeuren. Ik geloof er helemaal niets van. De wet zegt heel duidelijk, iedereen die moet zich keurig daaraan houden. En als je dat ook in de wetstekst met een aanvulling, met een extra artikel vastlegt, dan kun je het ook aanpakken. Dat de NCTV en de AIVD die kunnen wel onderzoek doen op dit moment, maar ze kunnen niet ingrijpen. En de wetgever moet daarvoor de mogelijkheden bieden om dat te kunnen doen. Ja, minister Slob die gaat een aantal van die mogelijkheden onderzoeken om dat in wetsartikelen te gaan gieten. Dus ook dat gaan we weer zien. Dan een bericht van de Telegraaf vanochtend. Dat ging over de eurofractie van de PVV. Dat lijkt een flink wespennest. De Europarlementariërs komen niet opdagen bij hun verplichtingen, nemen geen verantwoordelijkheid en zelfs een bont levensstijl met drank en drugs. U bent zelf onderdeel geweest van die PVV-Europarlementariër-Euro-fractie. Ja. Heeft u zich daar ook schuldig aan gemaakt? Laat ik er heel duidelijk over zijn, nee. Nee, ik heb helemaal niets met drank en drugs en met misbruik van gelden. Maar de verantwoordelijke taken op zich nemen, dat heeft u wel gedaan? Absoluut, absoluut. En ik denk ook dat het je primaire verantwoordelijkheid is als politicus om jouw kiezer te vertegenwoordigen, om zijn of haar stem te zijn. En dat vertrouwen mag je niet beschamen. Ja. En ik weet ook dat er collega's en oud-collega's van mij zijn die in die fractie zitten, die dat nog steeds doen, die keurig netjes hun werk doen. Er zijn helaas, en er waren ook in mijn tijd een aantal mensen die dat niet zo nauw namen. Ik
Ik wil er niet over in details gaan treden, omdat ik niet hou van modder gooien achteraf. Dat vind ik ongepast. Maar ik weet wel dat het voor elke politieke partij geldt dat je als politicus in een glazen huis woont en in de gaten wordt gehouden. En er dus voor moet zorgen dat je zaken goed op orde zijn. Maar dat glazen huis, als ik het Europarlement het glazen huis even noemen. Ja. En nou is het toevallig grotendeels van glas gemaakt, zien we ook op de achtergrond. Ja, ja, ja. Daar willen wel heel veel mensen, en zeker van de PVV, heel graag zitten. Omdat het gewoon een hele lucratieve deal is. Ja. Het levert ze volgens mij iets van ruim 8000 euro per maand zoiets, op. Ja, plus nog een heel aantal ruime vergoedingen. Ja. Daar willen ze graag aan meedoen. Mm-hmm. Maar dat is wel vreemd voor een anti-EU-partij als de PVV. Ja, vind ik ook. In mijn tijd hebben wij daarom ook als fractie besloten om nauwelijks gebruik te maken van die extra vergoedingen en fractiegelden. En er is een bedrag van meer dan 4000 euro per jaar per maand beschikbaar, excuseer. Daar hebben wij uiteindelijk maar 10% van gebruikt. Dat was meer dan voldoende om alle kranten, abonnementen, telefoonnotes en al die zaken, al die praktische zaken te betalen. Ja. Schets mijn verbazing, dat is de nieuwe fractie die aantrad, gelijk in de eerste week besloten om wel gebruik te maken van al die extra vergoedingen. En dat heb ik zo kwalijk genomen. Dat vind ik fout. Als jij tegen de EU bent, tegen dat hele instituut wat daar graait en wat daar fraudeert, dan moet je ook een heel duidelijk signaal afgeven en zeggen, wij doen dat dus niet. Er zijn dus een aantal fractieleden die anoniem in de Telegraaf ook dit gezegd hebben. Exact dezelfde woorden inderdaad. Van, ze gaan op tegen die graaiers, maar uiteindelijk zijn we zelf ook graaiers. Ook wel vreemd dat zeg maar vanuit de fractie over hun eigen fractie gezegd wordt. Nou, dat heeft mij dus heel erg verbaasd. Ook vanuit de Tweede Kamer. Dat er dus PVV politici zijn die heel graag kennelijk uit de school willen klappen. Het zij om een eigen positie op die kieslijst te krijgen voor de Europese verkiezingen. Het zij omdat ze zeer ontevreden zijn met de interne gang van zaken bij de PVV. Dat heeft mij heel erg verbaasd. En dat is maar moet je daar dan niet gewoon wegblijven? Als ze toch anti-EU zijn, toch alleen maar aan het modder gooien zijn, dan moeten ze daar toch wegblijven? Of is dat te negatief? Nou, dat is denk ik te kort door de bocht. Nogmaals, er zijn ook collega's en oud-collega's die hun werk heel goed doen. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik denk ook dat ze dat moeten blijven doen. Maar nogmaals, als je in zo'n glazen huis zit, dan moet je gewoon zorgen dat je je zaakjes op orde hebt. Dat je alles keurig netjes volgens de regels doet. En geen aanleiding geeft tot dit soort artikelen en tot dit soort wanbeleid. Ja, de wanbeleid, de EVP, even een bruggetje. Dat je zegt van premier Orbán dat er ook wanbeleid is en verkeerde koers in ieder geval. Zie je exact hetzelfde. Een andere politieke partij in dat Europese parlement. Maar die zeggen van, die Hongaarse premier met zijn partij Fidesz, die moet uit de EPP gezet worden. Ja, grote vraag is, wat gaat Orbán doen? Ja. Ja, en dat is heel spannend, juist in deze aanloop naar de Europese verkiezingen. Het zou heel goed kunnen dat, Orbán heeft altijd voor gevochten om de EPP van binnenuit te proberen te hervormen, de Christendemocratische fractie. Dat gaat hem denk ik niet lukken. En uiteindelijk zal hem niet veel meer resten dan gelijkgestemden te gaan vinden binnen het Europese parlement. Ik vermoed dat hij dat gaat doen, met name bij de Visegrad voor. Dat is een groep van Oost-Europese landen die het goed met elkaar kunnen vinden. Hongarije, Polen en dat soort Ja, maar dus, u denkt wel dat hij dus sowieso uitgezet gaat worden, zeg maar? Dat vermoed ik. Ja, hij heeft heel duidelijke statements afgegeven. Hij is een strijd aangegaan met Timmermans, onze Nederlander die zit in de commissie. En dat wordt hem heel erg kwalijk genomen. En dat zal hem gaan opbreken, vermoed ik ook. Ja. Nou, is dit ook zo'n anti-Europese partij? We hebben het net over de PVV en de EU gehad. Ja. Ook Forum voor Democratie, die wil zich aansluiten bij de ChristenUnie-SGP-fractie, zeg maar. In de Europese voornemen, tenminste. Ja. Al die anti-EU-partijen proberen toch gewoon voet tussen de deur te krijgen. Ja, we leven in exciting times, moet ik zeggen. Hè, er is weer wat te kiezen. En we gaan na de verkiezingen zien hoe de fracties gaan vormen. Het zal een zwaar gevecht worden, denk ik. Ja, spannend in ieder geval. Ja. En we gaan het zien bij die verkiezingen. Heel erg bedankt voor de komst naar de studio. Lucas Hartong, politieke commentator. Dan nog even dit. Komende vrijdag zendt Family 7 het christelijke Lijst der Rekkers debat uit. Dat is vanaf 8 uur 's avonds te zien op onze zender. Tijdens het debat maken we gebruik van een uitslagen van een enquête. En deze enquête kunt u invullen op onze website www.family7.nl en ook op onze Facebookpagina. Zoek dan even op Family 7. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.